Politici interviewen, dat is niet gemakkelijk. Ah, wel, nee, want die laten nooit in hun kaarten kijken. Alle lastige vragen worden altijd omzeild. Nee, pas op, journalisten hebben nogthans een aantal technieken om de waarheid te achterhalen. Ja, dan herformuleren ze hun vragen of ze confronteren de politicus met oude uitspraken. Maar dat werkt allemaal niet. Die politici zijn niet van gisteren. Hè? Ja, kijk, en dan is het toch raar dat er nog nooit een journalist geweest is die even verder zocht, die alternatieven zocht. Er zijn technieken waarmee je kunt achterhalen wat iemand echt denkt en voelt. Ja, door bijvoorbeeld te letten op lichaamshouding, op onbewuste non-verbale communicatie, zelfs op de energie die iemand uitstraalt. Ja, nee, een journalist die die gave heeft, dat is een goede politieke journalist. Ik zie dat u veel met uw ogen knippert. Bent u gestresseerd? Nee, is dat een speciale vraag of zo? Een monkellachje, dat is een teken van superioriteit. Is dat ten opzichte van mij dan? Nee, dat is iets wat wij normaal... Nu knippert u weer. Ik zie dat u veel met uw ogen knippert. Bent u gestresseerd? Voor het ogenblik niet, nee. Nee, ik zou niet weten waarom. U zegt nee, maar u kijkt wel naar rechts. Dat betekent dat u eigenlijk niet de waarheid vertelt. Ik kijk altijd naar rechts, hè. We zijn een rechtse partij. Ik zie ook dat u een meerkleurige plastron draagt. Is dat een teken van hoop voor een vereniging? Of gewoon een teken van slechte smaak? Vindt u hem niet mooi? De stand van uw voeten verraadt enige schaamte. Vertel eens. Ja, die verraadt enige schaamte, dat is waar. De stand van uw voeten, u loopt weg. U vlucht weg van het probleem. Volgt u daarmee de partijlijn? U antwoordt niet. Mag ik dat als een stille ja beschouwen? Wel, onze fractieleider zal zijn tussenkomst doen om het beleid dat gevoerd is te bespreken en aan te kondigen wat voor onze belangrijke punten zijn voor volgend jaar. Ziet u iets in de bomen dat ik niet zie? Nee, ik zie dat u beschermingen daar toch nog serieus ruzie over maken, over wat u zegt. Ah ja? Ja, ik heb het niet... Ik weet niet waarover je hebt eerlijk gezegd. Vijf van uw zeven chakras spreken u tegen. Vijf van uw zeven chakras. Wat zijn chakras? Het zijn de oosterse punten van energie in uw lichaam. Die spreken u tegen. Ik voel nu ook dat uw vierde chakra van uw stem net is dichtgeklapt. Ja, dat laat ik aan u over. Dus chakra. Nochtans, een grote knoop in uw zonnevlecht. Een grote knop in mijn... Zonnevlecht. In mijn zonnevlecht. Ja, ja oké. Okay. Is dat vreemd voor u? Dat zegt mij eerlijk gezegd niks. Ik hoor ook net in uw stem dat uw vierde chakra is dichtgeklapt. Ja, en voor welk programma is dit interview eigenlijk? Voor Zonde van de Zendtijd. Ah, ja, okay. Dank voor uw medewerking. Dank u wel. Rusteurtjes, meneer.